Thijs Reumer en Katja Schuurman waren vroeger een prachtig stel. Ze delen een dochter. Maar door zijn promiscu karakter is het voor Thijs Reumer moeilijk om iemand trouw te zijn. Schuurman schreef dat ze diepe pijn voelde over een deel van Thijs' gedrag, maar zei ook dat ze nooit zou afvallen met haar ex. Katja heeft zich al die tijd stilgehouden vanwege hun dochter Sammy. Nu heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak tegen de drie minderjarige meisjes. Thijs maakte vandaag bekend in beroep te gaan en er wordt veel gespeculeerd over de acties van Thijs. Katja heeft vandaag besloten dat ze nog steeds haar hart wil luchten. Ze vertelt haar verhaal aan iedereen. Katja begon: "Ik hoop dat mensen begrijpen dat openlijk praten over het gedrag en de keuzes van de vader van mijn dochter niet in het belang van mijn dochter is." Toen koos ze ervoor om iets over de situatie te schrijven. Niet omdat ik mij daartoe verplicht voel, maar omdat ik nu de behoefte voel. Binnen de beschermende muren van ons huis ging ze verder alle gesprekken die nodig waren om haar geloof in liefde en eerlijkheid intact te houden. Katja beaamt dat het gedrag van haar ex-partner onaanvaardbaar is. Als moeder, vrouw en mens kan ik het niet helpen dat ik me diep gekwetst voel door sommige gedragingen van haar vader en sommige keuzes van haar vader. Al beseft Katja dat Thijs een fout heeft gemaakt. Maar ze besloot hem nooit in de steek te laten als vader van mijn dochter. Mặc dù Katya nhận ra rằng Zid đã mắc sai lầm, nhưng cô ấy quyết định không bao giờ khiến anh ấy thất vọng với tư cách là cha của con gái.